voor het... Wayne, after last night, we talked a little, and how do you feel right now? Dennis Nijmeijer! Pissed off again, eh? Yeah, I lost! Yeah. Fuck's sake, I don't like losing. Wait! I don't like losing, I'm fucked off. You get me in 10 minutes, I'll be alright. They shouldn't interview you now. So I better go to Co now, or... First I ask Co some questions. It's fucking too late now, what's that? Are you interviewing me or not? Seriously? Well, this is right, there we go. Come on. Is there an explanation for this? Is there an explanation for this? Or we know you as a very good dart player. No, I'm playing shit. But is there an explanation for that? Or no, of course it's not. Of course it's not. How do you prepare for the last match then? These are the questions that you should be asking when we're live. Oh, we're live now. We're not live now. Yeah, we're live. There you are on television. I'm serious. Yeah. Why wasn't I told? Sorry? I should have been told. Oh, I thought you know. Well, do I prepare? I'll prepare the same. If I win, I win. I cannot keep playing like this. This is no good. No. It's no good. What did you think of Co today? It was rubbish. As well? Yeah. Yeah? Yeah. Oh. I will ask him then, okay? We gaan even naar Co over wat Co ervan vindt. Rubbish. Co, believe me, when you interview... Co, je hoort het. Je bent rubbish. Nou, het gaat gelijk. Ik was ook rubbish vanavond. Maar ja, hij was nog slechter, dus ja. Hij moet zich nog kloterig voelen. Kijk, het is een overwinning in de zak hoor. 4-1 is hier binnen en ik vind het helemaal geweldig. Voor de rest had hij maar beter moeten gooien, dan kan hij ook niks doen. Het is gewoon een avond weer waar het niet loopt. En wat niet bij hem nog slechter. En mijn finishes waren gewoon goed. Ja, dat is toch weer het basisverhaal. Hè? Als je dubbels maar, of je finishes maar vallen, dan win je een partij. Ja, precies. En ik zat ook helemaal niet in die wedstrijd. Vanaf het begin stond ik eigenlijk helemaal strak en gespannen. Dan win je gelukkig die eerste set 3-2. Dan denk je, nou, in die pauze. Maar ja, die duurde maar heel kort. Dus daar was ik niet echt gelukkig mee. Want ik denk, nou kwam je wel uit die pauze. En ja, goed, dan kom je weer terug en dan wil het niet lopen. En dan krijg je één setje, die derde set die dan wel loopt. En dan denk je van, nou, dan gaan we wel weer. En dan zakt het weer helemaal in. Maar hij werd op een gegeven moment helemaal een drama. Dat verhaal met hem, hij had wel heel veel medelijden met me, geloof ik. De eerste ronde gooide je bijna hemels. Waarom glijdt het dan nu toch weer langzaam weg? Ja, deze wedstrijd is erop of eronder. Je wist in deze wedstrijd, als ik deze verlies, dan is het toernooi voor je over in principe. En dan moet je nog een wedstrijd voor de formaliteit spelen morgen. Of vrijdag. En nu heb je nog alle kansen natuurlijk. Ik bedoel, ja, als je dit niveau speelt, iemand tegen veel telen krijgen, mag je blij zijn als je één leg wint. Maar dat haal je waarschijnlijk nog niet eens. Dus er zal wel een tandje bij moeten. Maar ik heb morgen rust. Dus ik ga bijkomen en voorbereiden. Ja, heb je die dag nodig echt, na de 3 zware dagen? Of zeg je van nou, ik kan eigenlijk wel morgen ook willen spelen? Nee hoor, ik voel die arm wel. Ik ben blij dat ik nu wel een dagje vrij heb. Want de arm is behoorlijk vermoeid. En ik had eigenlijk in het begin van nou met de trainen ook, altijd het zeer deed. En het was allemaal niet helemaal geweldig. Maar ja goed, ik weet niet waar ik last van heb. Morgen lekker relaxen? Ja, een potje golven misschien wel. Dankjewel. He's a happy guy, Wayne. Of course he's happy, he won. Yeah. And he should be. He should be, because he played bad and he won tonight. So, good luck to him. He said... It looked like if Wayne was feeling sorry for me because his way of throwing tonight looked a bit like that. I wasn't feeling sorry for him. To be honest, I was throwing as if Co wasn't there because he was that bad. Yeah. And you should always respect your opponent. And I didn't respect him at all. I pictured him as not even playing because he was that bad. But I was even worse, so... Who's the one that's wrong at the end of the day? Me. So, that's life. That's life. Is it possible to change things for yourself now? It's too late now. I'm out of the tournament now. Yeah. But tomorrow I want to beat Raymond. Because Raymond is Raymond. And I want to beat him in Holland. So, I'll be trying tomorrow. I'll be doing my best. And if it's good enough, it's good enough. If it's not, I'm out anyway. So, it makes no difference. Yeah, it's on Friday. So, you have a day rest. Oh, I don't know. Yeah, it's on Friday. I've got a day of rest tomorrow. Yeah. All right. Friday. Well, I'll take each game as it comes. But now I'm out of the tournament. Yeah. So I can relax now. But we haven't seen the real Wayne Martin. But no, we'll see him again terrible. In the future, eh? I played terrible. I don't want to play bad. I don't want to come off feeling the way I am again. And I'm sick and tired of it. But that's life. Yeah, it's nothing personal, I hope, eh? Of course it's not. Okay. Of course it's not.
Thank you very much for coming. Cheers, away. Fella. See Cheers, you later bro. This week. Definitely. Good Definitely. Luck. Cheers. Get some rest, and we will see the Wayne model as we know him, eh? Later when I on. Play Raymond, I will play a lot better than any other game. Okay. Because I have to. Thank you I very much. To. Cheers, fella. Okay.